Wat was dit voor wedstrijd voor jou, joh? Ja, eigenlijk wel pijnlijk, want ik dacht dat we wel hadden gewonnen eigenlijk aan het einde van de laatste 5 minuten. Dacht dat we hebben wel in de pocket 14 punten voor. Maar Donald kwam gewoon heel agressief terug. Ze waren agressief, ze gingen naar de basket toe. Wij waren al in early foul trouble, dat heeft ons wel echt genekt. Maar het was zeker een goede wedstrijd, play-off serie. Ja, even tot die laatste minuut, even dat we niet over winst of verlies hebben. Maar jouw wedstrijd, al die drie punten, je schoot ze uit alle hoeken en gaten raak volgens mij. Ja, afvallend was dit wel mijn beste wedstrijd van het seizoen, eindelijk. Ja, ik weet niet of het door Martini plaatsen kon, maar ik voel me hier natuurlijk best wel thuis. Dat is goed nieuws, dat is goed. Maar verdedigend heb ik wel een paar keer ging mijn man langs me. Mag eigenlijk ook niet gebeuren. Dus op zich kan het nog beter, maar op zich zal ik wel goed in de wedstrijd. En dan wint Donar met 1 punt verschil. Wat zegt dit? Zwolle staat hoog op de ranglijst. Dat je nou toch even een tikje krijgt. Hoe voelt dat? Ja, zoals ik zei, het is een hele moeilijke wedstrijd om te verliezen natuurlijk. Met 1 punt verliezen en je staat 14 punten voor met nog 5 minuten te gaan. Dat is zwaar. Dat is heel zwaar. Donar is een goede ploeg. Ze hebben een nieuwe speler bij Jita. Nou, dat weten we al van verleden jaar dat er natuurlijk een motor is van het team. Het is een team die ons wel dreiging gaat geven in het hele jaar lang. En wij zijn nog steeds nummer 1, maar we krijgen Leiden natuurlijk ook op donderdag. Het wordt spannend en we moeten gewoon we gotta bounce back. Het is over 5 dagen, we moeten wel weer te geleiden. En proberen onze nummer 1 positie te verdedigen. Hoe is het met je verder? Bevalt het een beetje in Zwolle? Zeker. Het is een goede club, goede organisatie. Professioneel, dus ik ben echt tevreden, ja. Zeker. Ja, toch een beetje raar. Blij dat Donar gewonnen heeft. Verveeld voor jou, ondanks het feit dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Natuurlijk was het wel leuk om je weer te zien in Groningen, maar je snapt dat wij heel blij zijn. Ik snap dat jullie heel blij zijn. Terecht. Ik bedoel, goede ambiance. Er waren veel mensen met 1 punt gewonnen. En ja, het kan niet beter eigenlijk, hè, voor jullie. Well, JD, first of all, free throws on a very particular moment. Yeah, that's one thing I'm going to lose a little sleep over. I was telling, because the whole year I really worked on my free throws. And I've been shooting them better. And today, I came up short. But when we got in the locker room, I hugged Sean for like 2 minutes. I was like, yo, way to get that stop at the end. Because, you know, it was great one-on-one D by him when we needed it. And we were up one. And we got that stop and we got the win. So he saved me. Back to the three throws. They were both too short. Is it something mentally there? No, well, the one I missed before was long. So I was trying to overcompensate. And then, you know, you can't do that. You just have to shoot it. Shoot your normal shot. And, you know, I know that. But like I said, that's something I'm going to continue to work on. I struggled with that in my career. And I have been shooting them better this year. But, you know, in situations like that, I got to be better. Hell of a game. A lot of people, almost 4,000 people over here. Then it's close game. And then 14-point lead for Zwolle. Yeah. Hey, you know what? I've had a lot of wins in this place. But tonight was I'm really, really proud of this one because, you know, this team has been through a lot this year. You know what I mean? Like, we've had a lot of people, you know, saying we weren't this or we weren't that or we weren't good enough. And tonight we were down 14. It could have been like, oh, here we go again. And then we could have packed it in and lost. But we kept fighting. And for me and for our team, that's huge. You know what I mean? Because that means that we have a chance to do something this year. If you have that in you, and if we execute a little better, make free throws, get some more stops in the third quarter, then you know you never know what's going to happen. But as long as you have that fight, that's the most important thing. We asked Booba to come to the microphone, but he left already. Do you know what's up? Yeah, I think young Booba is coming into the world. Yeah. No, at this moment now. I think so. Yeah, I think he left already. So I haven't seen him in the locker room. So I'm assuming. We have no problems with his technical foul, of course. No. We don't have any problems with that. We ain't worried about that. So, hey, good luck tonight, Booba, if you're watching this. Nou, Coach Braal, wat een wedstrijd, zeg. Bijna 4000 mensen in de tent. En close, puntje, puntje. Maar dan 14 achterkomen en toch nog winnen. Ja, dus vroegen net of ik de wedstrijd in 1 woord kon omschrijven. En toen heb ik gezegd karaktervol. Ja, het feit dat we zo achterkwamen, dat was getuigd van weinig karakter. Maar het feit dat we ons om konden draaien en gewoon konden knokken. Vooral verdedigend stops konden maken. Dat is echt een winst voor het team vandaag ook. Twee dingen. We komen zo terug op het terugkomen naar 14 punten. Maar eerst hoe die 14 punten ontstonden. Het leek wel een beetje concentratieverlies.
Ja, simpele turnovers, een paar keer transitieverdediging. Ik vond ook dat we veel te veel probeerden te forceren. In de zin van niet aanvallend, een beetje te veel 1-tegen-1 acties. Waarin we probeerden dingen te forceren. En in de verdediging proberen om dan steal te pakken of een trap te spelen. Om dan snel dus dat we snelle turnover hebben. En we moeten gewoon solide, dan zijn we goed genoeg als we solide de dingen doen. Goede screen zetten, goede paas geven. Gewoon als iedereen doet wat hij moet doen, dan zijn we prima. En dan komt de inlooprace en dan wordt het echt heel spannend. Trainen jullie wel op vrije worpen? Ja, maar goed, zo'n wedstrijd moet je ertussen hebben zitten. En als je hem dan wint, dan praten we daar niet meer over. Ja, spanning kan ik me voorstellen. JD ook, twee keer net tekort, vrije worp, belangrijk moment. Je moet er ook maar staan dan, hè, voor zo'n menigte. Ja, kijk, dit zijn ook wel dingen die je niet kunt trainen, hè, dus sowieso niet. Maar we sluiten elke training af met vrije worpen. Ik heb tot nu toe ook volgens mij geen wedstrijd gehad waarin problemen waren met missen van vrije worpen. Dus zo'n wedstrijd hebben we er gewoon tussen zitten. Ook helemaal niet erg als je hem wint, dus dan praten we niet meer over. Even los daarvan, winnen van de koploper, gewoon, we staan op derde plaats. Nu winnen van de koploper, dit is erg belangrijk. Ja, dit was heel belangrijk voor ons om in ieder geval het gat wat kleiner te maken. Het gat wat kleiner te maken. Dank dus, oké, Chase. Je tijd is op. Ja. Chase, you know, everything is about time, hè? What? About time. He's only got 2 minutes, so now your 2 minutes start. Well, he kind of went over. We tried to interrupt him a little bit ago, and he just forced his way to keep talking. Unbelievable. Some people. You got a double-double, man. Yeah, it was nice to come out, and especially in front of this crowd, to be able to pull out a win, and just as a team, everyone come together there. How great is that, man? Almost 4,000 people here. It's incredible. Great environment to play in. Talking to them sitting over there, they just talk about how great the environment was and the fans and how loud they were. And it really gives us another dynamic and really helps us. And there at the end, when we start getting on a roll, it helps us and it hurts them. They start feeling the pressure, and we're able to just feed off of the crowd. So I think it's a big part of our game, and it was a big part of our run tonight. About dynamic, about energy, you could see it in your person specific that it's getting better. You're getting higher in your energy. Yeah. Is that okay that we see that? Yeah, I'm trying to get back to it. I was going, obviously, was not playing well, trying to stick through things and just fight through it and keep playing the way I have and prepare. And hopefully it works out. And tonight I was able to play a little bit better and in a big game in front of a great crowd. So I was fortunate for that. But then just the way our team's been playing lately, it makes it a lot better for me, and I don't have to wonder where the ball's coming from. We're a lot more consistent. I get a pretty good idea what's going to happen every play, and Lance is doing a great job leading our team. I think it's really helping us gel together and really play basketball the way it's supposed to be. And then after the locker room, you win by 1 point. What happens in the locker room then? Oh, well, today it's a lot of it was talking about Booba, his wife. He had to leave. JD just told us that things are going to happen right now. Yeah, so he's about to be a dad, so a lot of us talking about that. Very excited for him and that. But, yeah, just a big win for us. And we've been playing well together. And then to do it against the top team at home in front of this crowd again, just a great feeling. And now he's got to put in work. We got another big one this weekend, Den Bosch. So try to be excited about it, but we still got to get better and prepare for the next game. Last question. I give you the microphone. Watch it to the camera. Say something to Booba because he's going to watch this. Booba, congratulations. Make sure he knows that you had to leave the game for him, so he has to be a basketball player.